Ik kan me die verwarring dus heel goed voorstellen, een rivier of meer. Het ei heeft een hele lange geschiedenis. Ik ben Peter Vos, ik ben geoloog. Ik werk bij TNO en ik ben gespecialiseerd in de Nederlandse kustvlakte. Ik doe vooral de geologie van de laatste 10.000 jaar. Het ei heeft een hele lange geschiedenis. Eigenlijk begint hij al zo'n ruim 5000 jaar voor Christus, dan praat je over 7000 jaar geleden. Toen verdronk de hele Nederlandse kustvlakte. We hadden een hele snelle zeespiegelstijging toen en toen was eigenlijk Noord-Holland een heel groot getijdengebied. En toen dat getijdengebied ging verlanden, opslipde, de kust zich ging sluiten met strandwallen, met duinen, toen ontstond daarachter een groot veengebied. En door dat veengebied gingen rivieren lopen. Nou, op het moment dat die afwateringsrivieren zich gingen vormen, dat is eigenlijk het begin van de eirivier, van de oerei. En dan praat je over zo'n 3000 jaar geleden. Er liep dus een grote rivier dwars door Noord-Holland, eigenlijk in het gebied waar nu het Noordzeekanaal ligt. En die rivier was behoorlijk diep, die was wel 20 meter diep. En waarom was die nou zo diep? Dat kwam door het veen. Dat veen groeide naar de rivier toe en had door zijn wortels vrij veel weerstand. En daaronder zat tijdenzand en daaronder zat weer ouwerzand. Door de stroming ging hij de diepte in, want het zand heeft dus minder weerstand dan het naastliggende veen. Dus we kregen eigenlijk een vrij smalle rivier met een grote diepte, omdat die rivier het zand in de diepte weg kon schuren, tot 20 meter. Nou, mijn antwoord, is het nou een meer of een rivier? Nou, het is maar naar welk kaartje je kijkt, welke tijdperiode je neemt. Als je het over het nu hebt, is het, noem ik het een kanaal. Als je het over 200-300 jaar geleden hebt, noem ik het een meer. Maar praat je over 2000-3000 jaar geleden, dan zeg ik, het was een rivier. Die uitmondde als een estuarium bij Castricum.